Breda gaat onder aanvoering van verantwoordelijk wethouder Els Aarts alles in het werk stellen om nieuwe vertragingen in de bouw van het nieuwe NS-station te voorkomen. Dat zei de wethouder vrijdag na wat zij noemde een stevig gesprek met ProRail. Volgende week heeft ze nog zo'n gesprek met de andere betrokken partij, NS-Poort. Volgens Aarts is de bouw vertraagd omdat ProRail de contractor belangrijker vond dan bouwtekeningen. De vertraging leidt tot een budgetoverschrijding van 13,5 miljoen euro.